Kids is een fitness- en oefenprogramma voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening dat opgezet is door Stichting Fit Kids. Het programma wordt gegeven door fysiotherapeuten en kinderfysiotherapeuten. En het is voor kinderen met chronische ziekte, bijvoorbeeld astma, reuma of diabetes. Maar ook voor kinderen met Down-syndroom, ADHD of autisme en andere aandoeningen. Ja. Voor kinderen met een chronische ziekte is bewegen in zekere zin nog belangrijker dan voor gezonde kinderen. Omdat daar sprake is van dingen die hun in het dagelijks leven al hinderen. Met schoolverzuim, minder deelname aan sport, zwaarlijvigheid en minder plezier. En kan het daarmee hun algemeen welbevinden vergroten. De manier, hun zelfbeeld en waarop ze tegen zichzelf aankijken en hun conditie verbeteren. Het is juist goed voor kinderen met een chronische ziekte om te bewegen. Het menselijk lichaam is echt gemaakt om in beweging te zijn en te blijven. En zeker niet gemaakt om in bed te liggen of op de bank te zitten en tv te kijken. Vroeger moest ik best wel vaak naar de dokter toe, ook voor onderzoeken, omdat het dan weer slechter ging. Maar nu, sinds ik op Fit Kids zit, gaat het een stuk beter. Dan hoef ik dus ook minder vaak naar de dokter. En als het zo doorgaat, zou ik graag op streetdance willen. Stefan Rus, Henk Schuiling, maar ook Kenny van Wegel, de snelste man in de wereld op dit moment, dames en heren. Ik ben dus begonnen met Fit Kids. En volgens mij, vlak daarna, ja, ben ik gaan wielen. En dat is steeds beter gegaan. En nu zit ik in de Nederlandse talentenselectie van de atletiek dus. En ja, Fit Kids heeft daar aan het begin echt bij geholpen. Een kind zit gemiddeld een half jaar tot drie kwart jaar bij ons in de Fit Kids. Soms is het wel wat langer en dan proberen we toch echt binnen een jaar een sportkeuze te maken. Toen ik bij de Fit Kids kwam, veranderde het. Toen werd ik overal veel beter in dan normaal. Ik weet hoe het is om te kunnen spelen en participeren in een team bijvoorbeeld. Of gewoon lekker te bewegen en met je lijf bezig te zijn. En dat wens ik echt iedereen toe. Zeker ook kinderen die daar wat moeite mee hebben. En daarom vind ik FitKids een van de leukste dingen om te doen. Omdat je ze dan ook echt het laatste stapje, echt een zetje in de rug kan geven om dat toch te kunnen bereiken. Als ik 's ochtends wakker ben, denk ik steeds yes, yes, eindelijk FitKids. Kan ik beter conditie houden. Nou, ik zou kinderen met thuislijmziektes en ook met andere ziektes zeker adviseren om met Fit Kids mee te gaan doen. Want het is gewoon gezellig en je kunt met elkaar lachen en je kunt met elkaar sporten. En het is goed voor je, dus waarom zou je het niet doen?